zaterdag 18 oktober. Voor het eerst in Suriname, een autoloze dag. Dus in de binnenstad van Paramaribo zullen verschillende wegen worden afgesloten. Voor auto's, bussen en ander verkeer met schadelijke uitlaatgassen. Behalve klimaatsverandering besteden wij ook aandacht voor het belang van een gezonde levensstijl. Dus ouders, kinderen, komen jullie massaal, want we hebben verschillende en leuke activiteiten. Lekker gezellig spelen. Tekenen. Lezen. Winkelen. Wandelen. Fietsen. Fietsdemonstratie. Vrienden, kinderen en ouderen, komen jullie massaal. Want de straten van Paramaribo worden gezondheidsstraten, landbouwstraten, kunst- en nijverheidsstraten. Straatvoetbal zal ook van de partij zijn en natuurlijk scouting demo. Zaterdag 18 oktober, in Grafie.